coach. Peter. Het is bijna het einde van het seizoen, hè? Het regulier seizoen. Ja. Dat we eventjes samen zitten. We beginnen de Jupiler Pro League dan. Hè? We zijn kampioen gespeeld. Hè? Eerste wedstrijd tegen Cirkel. We winnen die. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Wat wel frappant was, op dat moment stond er maar één nieuwe aanwinst in de ploeg. Is dat een bewuste keuze? Oh. Ja, het zou een bewuste keuze geweest zijn. Gewoon naar gelang de spelers die beschikbaar waren en wie verdiende om dat moment te starten. Want daar kijk ik gewoon altijd naar. Ik kijk niet naar de week ervoor of ik kijk altijd week per week bij wie de kans heeft om wedstrijd te starten. Maar ook heel belangrijk is de jongens die op de bank zitten, wie kan er in komen, welke waarde hebben die, welke functie in de ploeg om ook als invaller betekenisvol te zijn voor de ploeg. Dus dat het toevallig is dat maar dat één... Dat is niet zo dat die mensen moeten zich inwerken. Nee. Natuurlijk, de jongens die het jaar ervoor al samengewerkt hebben, die hadden natuurlijk voordeel dat ze wisten hoe dat we spelen, wat we van hen verlangen. En dat voordeel hadden ze misschien wel ten opzichte van de spelers misschien later zijn toegekomen. Want het heeft toch altijd zijn tijd nodig. Maar het was, eerder toevallig dat voordeel. Dus je wint de eerste wedstrijd, ja. Dat is belangrijk. Ja, dat is altijd belangrijk. Hè. En zeker een thuismatch, als je thuis kunt winnen. Eerste match van het seizoen, ook altijd direct te zien, oké, de waardemeter. Hoe sta je ten opzichte van de concurrentie? Welk niveau ga je zelf? En ook, je weet, ja, het was een seizoen met 3 dalers. De punten waren nodig, sowieso. En als je een goede start kunt nemen, dat geeft toch altijd vertrouwen. En is ook altijd goed om een basis te leggen voor de rest van het seizoen. Ja. Wat dan volgt, is 1 overwinning en 5 ja. Nederlagen. Ja, klopt. Begin je dan zo te denken, het gaat het moeilijkste doen worden? We wisten dat het sowieso een moeilijk seizoen ging worden. Belangrijker was om dat moment in te schatten van oké, hoe ver staan we van het niveau dat we nodig hebben, waar zijn de werkpunten, wat zijn onze sterke punten. Dus we hadden wel het gevoel bij de wedstrijden dat we verloren telkens, dat er meer in zat. Dat het neerkwam op bepaalde details, bepaalde punten dat we moesten gaan werken, verbeteren. Bepaalde situaties tijdens de wedstrijd dat we beter moesten hanteren. Maar we wisten dat we toch al op een redelijk niveau waren, maar dat we gewoon de details moesten beter zijn op bepaalde momenten. En dat zag je dat we dan, zeker na die periode, dan wel beter en beter gingen doen. En deze sleutelmomenten, deze kantelmomenten in de wedstrijden, die hadden we beter onder controle. En denk ik dat je dat wel zag in het vervolg van het seizoen, dat we daar al sterker op werden. En wel inderdaad, dan komt de wedstrijd, hè, 1 overwinning, 5 nederlagen, komt de wedstrijd tegen Anderlecht. Ja. Hè, toch wel, hè, ja. Blijft de topclub van België. Ja, klopt. Maar ook volgens Hassan, dat was onze beste wedstrijd van het seizoen. Ja, ik denk dat daar op het moment dat we een heel goed niveau hadden, van begin heel goed begonnen te voetballen, goede intensiteit. En dat je daar ook zag dat we volwassen waren als groep. Dat we geleerd hadden uit de weken daarvoor. Dat we de foutjes die we maakten op bepaalde momenten, dat we die wel onder controle hadden. Ook het feit dat je tegen Anderlecht speelt, toch altijd een voetballende ploeg. Hadden we ietsje meer ruimte met balbezit. Maar onze intensiteit lag ook heel goed, heel hoog. Dus ik denk dat op dat moment dus de wedstrijd dat we zeggen, oké, dit is onze wedstrijd waar we terug op kunnen vallen. Dat is onze referentiewedstrijd. En dat is belangrijk voor die ploeg om dat gevoel te krijgen, ook om die winst te hebben, dat thuis de punten te behouden. Dat ze toen hadden het gevoel van, oké, we kunnen onze manier van voetballen niet verloochenen, maar ondanks tijdens dat ook het resultaat kunnen halen. En dat is belangrijk voor die groep mentaal ook te kunnen meemaken. Dus ook de eerste wedstrijd van Lars Schaapli. Toch wel een onwisselse aankoop. Ja, door omstandigheden. Ik denk, wij proberen altijd bepaalde profielen binnen te halen, binnen onze mogelijkheden. En dit, Nasser was een profiel dat we graag hadden gehad, maar niet, denk ik 2 maanden ervoor of 1 maand ervoor niet mogelijk was. En door goed werk van iedereen was de opportuniteit om hem te kunnen halen. Het voordeel ook is dat ik natuurlijk met Nasser heb samengewerkt ervoor bij Anderlecht. Hij mij kende, ik hem kende. Dus hij wist heel goed waar hij terecht zou komen. En ik gewoon dat alles toen, alle de puzzelstukjes mooi in elkaar vielen. En natuurlijk is voor ons een heel mooie meerwaarde geweest op dat moment om Nasser bij ons te kunnen laten meespelen. Mij persoonlijk, ik was verrast. Oké, zien dat Rode Duivel heel veel ja. Al betekent voor het Belgisch voetbal. Ja.
Maar die is heel bescheiden. Ja, maar Nasser is een schitterende gast. Is ook, denk dat ook zijn kracht is, hè. Altijd rustig. Misschien een Kempenaar ergens van veruit in zijn bloedlijn. Maar iemand die heel goed past in deze club. Ik denk dat hij ook zich heel goed thuis voelt in deze club. Door zijn mentaliteit en karakter. En, Nasser is ook iemand die altijd heel hard gewerkt heeft om zaken te kunnen bereiken in het leven. Hij heeft het ook niet altijd makkelijk gehad. En dat zie je ook aan hem, dat siert hem ook aan de persoon zelf. Ja, oké. En dan net zoals het ons kampioenenjaar in de Challenger Pro League, september, oktober, november, Wessel is on top. Wessel is Ja, on fire. dat is belangrijk dat we. Het is altijd. Begin van de competitie ben je nooit niet top, want je moet. Nou, het groeien als groep. En dan is het belangrijk om, zeker die periode, om daar op niveau te zijn en te kunnen meten met de krachten dat je hebt. En ik denk dat we die periode echt het Westerlo hebben laten zien dat we kunnen zijn, dat we in geloven dat we kunnen worden. En ik denk dat wij toen ons echt getoond hebben in deze competitie. Realistisch gespeeld, geleerd uit de fouten van de week ervoor. En dan zie je dat er heel veel potentieel is in deze groep en dat deze groep het beste naar boven brengt bij elkaar. En dat is vooral de sterkte van deze club. Wanneer ben je eigenlijk zelf beginnen aan het geloven in die Europlay-offs? Oh, ik ben er eigenlijk nog niet echt mee bezig geweest, Nee. eigenlijk. Ik ben altijd bezig geweest met de volgende wedstrijd, met te leren uit de wedstrijd die gespeeld hebben. En gewoon altijd bezig geweest in de week om de jongens te doen evolueren, te doen beter worden en de groep sterker te maken. En altijd bezig gewoon met de volgende wedstrijd. En ik denk die Euro Playoffs is meer gekomen door de media een beetje, als promovendus. We kregen al mooie media-aandacht over de manier dat we voetbalden. Maar toen werd de media de aandacht een beetje meer over het halen van de play-offs en soms zelf momenten play-off 1 halen. En dat daar zo op dat moment het besef bij iedereen meer kwam van oké, dat is een mogelijkheid. En op zich is altijd het ook een mooi doel geweest. Maar ik denk dat onze nuchterheid in deze club en bij mij ook, ons hoofddoel was het behoud en vooral ook wat we op het plein brengen, dat is heel belangrijk. En dat is altijd het belangrijkste gebleven voor ons. Dus in het moment dat die doelstelling van het behoud zo goed als zeker was, denk ik dat toen meer de focus gekomen is op die play-offs, hier op play-offs. Want het is ook belangrijk dat je speelt met bepaalde doelstellingen, bepaalde verwachtingen. En dan is het toch belangrijk dat je zegt: oké, nu is de doelstelling om en mooi voetbal te brengen, maar ook ons te kwalificeren voor die Euro Playoffs. En ja, het is mooi dat we op het einde van het seizoen kunnen zeggen dat we daarin geslaagd zijn als club. En we zijn weer in onze zetel eigenlijk, hebben een prijs kunnen winnen. Ja, Heel nee, hè. toevallig met de resultaten van de andere teams. Ja, ah ja, zoals vorig jaar, Zoals inderdaad. vorig Ja, jaar. Hè? natuurlijk. Het is. Het was de eerste keer geen in de mol, denk ik, op tv. Nee, ik heb. Nee. Nee, ik heb zelf moeten voetballen toen. Ah, voilà. Ja, voilà. Dat was overdag. Nee, ik heb toen zelf gevoetbald en het is pas na de wedstrijd dat ik toen zag. Dus ik heb de wedstrijd niet zelf gevolgd, zoals vorige keer. Maar ja, oké, okay, nee, het is door de anderen dat we nu gehaald hebben, maar ik denk, het is vooral Nee, door nee, onszelf, eigenlijk, door ja, onze tuurlijk. resultaten, dat we Tuurlijk. verdienen ook, vind ik, verdienen om te kwalificeren voor die play-offs. Een ander vraagje, hè, dus er zijn heel veel mediamensen ook die hier zeggen, oh, Westerlo, attractief voetbal, als we een wedstrijd moeten kiezen op tv, we kiezen alles voor Westerlo. Persoonlijk vinden we toch nog iets te weinig in de picture staan, in de kranten en in de media. Ja, maar ik denk dat dat normaal is. Ik denk voor een club als Westerlo dat we dit jaar al heel veel media-aandacht gekregen hebben. Maar dat heeft ook te maken met natuurlijk. Er zijn topclubs, grote clubs met een grote achterban. Voor de media is dat altijd interessanter. Dat is niet helemaal zo. En dat is realistisch. En ik denk dat wij moeten proberen gewoon altijd het maximum uit onze potentieel te halen als club zijnde. En ik denk dat we daar aan het groeien zijn als club zijn. Het is allemaal heel snel gegaan de laatste jaren. We hebben allemaal nog een beetje groeipijnen, denk ik, op alle gebieden. Maar dat is niet erg. Dat is positief. We moeten dat positief bekijken. En we kunnen alleen maar daarin groeien en beter worden en sterker worden op alle gebieden. En ik denk ook qua media.
ja, het is nog het kleine Westerlo van vroeger dat het geweest is qua mediabelangstelling. Maar ik denk als we dit enkele jaren kunnen verder zetten, dat dat wel automatisch wel meer en meer zal groeien. En, dat zal nog niet op dag en nacht veranderen, maar ik denk wel dat we, als je ziet, de media-aandacht hebben we dit jaar gekregen, de positieve media-aandacht. Ik denk dat het al lang geleden is dat Westerlo dat al gehad heeft in België. Dus klopt. Dat is mooi. Ja. Ja. Dat is ook een verdienste van Jonas Droek. Ja, onder andere. En de staf. Onder Allee, andere, he, iedereen, iedereen. Een deel van het geheel. En ik heb het voordeel gehad dat ik iedereen heb meegekregen in mijn visie. Dat Hassan de voorop stond, de voorzitter ook, en dat ook iedereen die hier werkt ook de voorop stond om de neus in dezelfde richting te steken en bepaalde route te bewandelen samen. En dan is het mooi om te zien dat we samen dat succes kunnen behalen, want we moeten nuchter realistisch genoeg zijn om te weten van het voetbal en het leven is altijd met ups en downs en nu zijn we in een up. En we moeten zien, als we, op het moment dat het wat minder gaat gaan, hoe sterk dat we dan als groep en als familie zijn. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Oké. De Europe play-offs komen eraan. Ja. Wat is daar je ambitie in? Zo hoog mogelijk eindigen, zoals heel het seizoen al. En ons tonen, ons positief tonen. En zien waar onze grenzen liggen als groep, als individuen en als club. En ja, ik denk dat wij realistische kans maken om een complete tegenstander te zijn voor de anderen. Wij gaan ook punten halen in die play-off 2 gebeuren. Alleen het zal een beetje het verloop zijn van de wedstrijd om te zien van waar we eindigen. Maar ik denk dat wij geloof hebben in onze eigen kunnen, dat is belangrijk. Vertrouwen in hetgeen dat we doen. Respect hebben voor de tegenstander, maar wij gaan er alles aan doen om het maximum eruit te halen. Uh-huh. Ik weet dat coaches daar misschien niet zo mee bezig zijn. Ik wel. Als we de uitslagen bekijken van de 4 teams die deelnemen. Uh-huh. Dan, of 4 mogelijke teams. Of de 4 mogelijke teams. Dat is zeker. Maar dan wint Westerlo de play-offs. Ja, voilà. Dus als we puur naar statistieken kijken, dan... Zo gemakkelijk is het. Ja, nee, maar het geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn. Mm-hmm. En dat is ook wel belangrijk. Als je kansloos geweest bent altijd tegen bepaalde tegenstanders, dan weet je dat het ook heel moeilijk zal zijn voor de volgende keer. Er zijn altijd mogelijkheden van dat je een keer wel eens een keer wint met geluk of... Maar als je tegen tegenstander speelt, waar je zegt, oké, we hebben altijd wat mogelijkheden gehad om daar punten tegen te halen en een goed resultaat, dat geeft hoop en vertrouwen ook naar de toekomstige confrontaties. En daar hebben wij veel vertrouwen uitgeput. Uh-huh. En daar gaan wij ook die wedstrijden met veel vertrouwen tegemoet. Uh-huh. Er zijn ook teams die willen voetballen, hè? Ik denk dat zijn teams die ook, Westerlo liggen. Dat is, ja, maar dat weet ook, hè, dat vorig jaar ook gezien, dus ploegen die heel laag en met... defensief een bepaalde strategie nemen die ons minder goed liggen. Dat is normaal, dat kan. Dat is moeilijker dat je in kleinere ruimtes moet oplossingen vinden. En dat is nog ergens waar we, als we nog eens een keer voorkomen, je moet groeien als club. Als ploeg vooral. Maar dat is de realiteit en dat is ook misschien geeft aan hoe de tegenstander over ons denkt en respect heeft voor ons. En maar wij moeten ermee leren omgaan en zelfs in moeilijke omstandigheden leren resultaat halen. En dat zijn stappen die nog moeten zetten. Ga je ook supporten voor Antwerpen in de bekerfinale? Ja, puur voor dat. Als reden voor? Ja, zeker. Zeker. Alles wat ons kan helpen, daar staan we voor. En ook internationaal? Onze 3 clubs zitten er nog in zitten. Ja, sowieso. Want ook dat kan. Sowieso. Hè? Maar dat altijd. Denk ik, we altijd heel fier als Belg. Als andere clubs ver geraken en het goed doen, dan ben ik supporter nummer 1. Ongeacht welke club dat is. En voor de bekerfinale hopen wij natuurlijk de Antwerp wint. Want dat geeft... dat is toch een wedstrijd minder. En een stap dichterbij bij misschien de mogelijkheid om Europese voetbal te halen. En als die 3 anders de Europese beker winnen... Zal tof zijn. Wordt dat elke keer. Voilà, dat zal tof zijn. Amai. Niet slecht, hè? Ja, maar laat ons. 2 anderen gaan sowieso tegen elkaar spelen, dus het gaat het maximum 2 zijn. Oké, dus. Zowat. Maar het gaat alle beetjes helpen, dat weet je. Alle beetjes helpen. Zeg, dit seizoen, Westerlo zijn, sinds 2010 dat de play-offs in voegen zijn, allemaal records verbroken.
meeste overwinningen. Jij weet dat beter dan mij. Meeste overwinningen. Hè. Okay. Hebben we behaald, meeste punten, beste stand in de competitie. Ondanks we veel tegendoelpunten krijgen, 10 clean sheets. Toch ook wel chic, denk ik. Ja. En de meeste doelpunten gemaakt. Dus het is allemaal... Ja, dat is mooi. Het zijn leuke statistieken toch. Ja, en het is ook niet... Niks komt bij toeval. Hè. Dus nee. We hebben hard gewerkt om de ploeg samen te stellen. We hebben tijdens de week ook altijd hard gewerkt met de jongens. En die statistieken, dat is de verdienste van al dat hard werk en van de kwaliteit van die spelers. Dus dat is allemaal verdiend. We hebben denk ik heel weinig punten onverdiend meegekregen. Soms dan meer andersom. Maar dat weten we. En dat is mooi dat je achteraf kunt zeggen van kijk jongens, dat hebben we... Iedereen heeft er zijn steentje bijgedragen en dat is een verdienste van iedereen. Ja, want dan wil ik nog te vragen, in het begin van het seizoen, Erdon en Jan vallen beide uit. Ja, vorig jaar, ja. Heel goed, doelpuntproductie, assist. Weet ik, de helft van onze doelpuntproductie, dus, was assist en goal. Toch, ja, en vang je dat dan op met dat is een deel van het voetbal. Dat is een deel van het voetbal. Spijtig genoeg zijn er blessures en schorsingen. En we hopen natuurlijk nooit dat iemand zich zwaar kwetst, maar we hebben dan twee... Voorvallen in één seizoen, dat is heel hard. En dat zijn ook jongens die waarde hadden voor deze groep. Maar ik denk dat ook wel een beetje het verhaal is van dit seizoen, dat mensen dat jongens het moeilijker hebben of minder presteren, dat er anderen recht staan en de groep helpen bij, door hun kwaliteiten te tonen. En, ik denk dat we dit seizoen ook al heel veel spelers gebruikt hebben. Omdat het niveauverschil tussen spelers heel klein is en dat zien we ook op training. En, de jongens weten dat ze heel de week hard moeten trainen, goed moeten trainen om kans te maken om te kunnen spelen. En dat is goed voor het niveau van deze groep. Intensiteit op training wordt ook omhoog getrokken. En dat wordt alleen maar de ploeg beter van. En, dat zien we onder andere door jongens die uitvallen, dat goed wordt opgevangen door anderen. Dat is ook iets wat ze tegen mij altijd zeggen. Jonas panikeert nooit, die vindt altijd een oplossing. Ja, paniek is altijd de slechtste raadgever, hè, dat weet je. Mm-hmm. En voor alle problemen, welk probleem is een oplossing. Mm-hmm. En dan moet je gewoon, het is altijd belangrijk om rustig te blijven, dat is zo. Je moet niet te rustig blijven, want er gebeurt niks. Maar paniek is nooit, dat is nooit een goede raadgever. En, maar dat is ook, ja, wij denk dat wij heel goed samenwerken, iedereen, dat werkt ook goed. Ieder zijn mening durft te geven, want dat is nooit niet ikzelf die oplossingen, dat is altijd samenwerking met de staf en met de medische staf. En daardoor is het mogelijk om oplossingen te vinden. En, tot nu toe, en dat blijven doen, is dat redelijk goed gelukt allemaal en hebben we vertrouwen in de manier van werken. Zijn dat zaken die je opgepikt hebt van vroegere coaches van jou? Of zit dat een beetje in je wijgen? Je pikt altijd dingen op van coaches. Hè. Je ziet dingen die je zegt van kijk, dat denk ik dat dat wel mijn ligt in die van werken. Of zo omgaan met spelers of tactisch of technisch. Maar goed, soms leer je ook van trainers dat je zegt van dat vind ik niet zo goed, dat vind ik niet zo interessant. Of dat trekt op niks, meer dan niet van spreken. Dus dat leer je ook van. Dus, maar het is belangrijk dat je... Door die verschillende invloeden, dat je toch een bepaalde kijk hebt op manier van op je werkmethode, hoe dat je voetbal ziet of hoe je de club wilt helpen. En dat je daar duidelijkheid in vindt voor je eigen, maar ook voor de mensen rondom je. En ik denk dat een heel belangrijk deel is van mijn takenpakket, die duidelijkheid brengen naar iedereen. En dat iedereen zich daarin kan bewegen en zich daar goed bij voelt. Een persoonlijke vraag. Wanneer is jouw werk hier in Westerlo af? Wanneer? Of? Ik denk dat er altijd wel werk is. Denk ik. Nee, ik denk... Nee, maar okay, iedereen heeft ambitie. Tuurlijk heeft iedereen ambitie. Ik denk, ik vertrek nu mijn goede gevoel bij Westerlo. Voilà, ik denk vooral als je merkt van kijk, als ik nu zou vertrekken, er staat iets, er is een fundament, er is een cultuur in deze club. Dus een bepaalde structuur in de club waar je zegt van kijk, eigenlijk is dat nu met mij of met iemand anders, dat zal het verschil niet maken. Mm-hmm. Niet het groot verschil maken. Mm-hmm. En ik denk dat dat belangrijk is. Als ik heb ambitie natuurlijk, zoals elke speler, als iedereen in zijn werk draait, denk ik. Je wilt tasten van waar ligt uw grens.
En als die mogelijkheid zich voordoet en ik heb dat gevoel van oké, als ik hier nu zou vertrekken, er staat iets, dan zal me dat heel veel doen. Want dat wil ook zeggen dat ik toch mooi werk heb kunnen leveren en dat ik deze club heb kunnen helpen om stappen vooruit te zetten. Oké. Blijf nog maar heel lang en dan wensen we heel succes toe Ja, merci, in de Europlay-offs. Merci. Goed? Oké, Dat is goed, voilà. perfect.